Welkom bij het Nederlands Filmfestival. Ik ben Walter Stokman en ik moderate dit gesprek met Gijs Evenberg. En ik weet niet of jullie hem zien, maar daar zit Sander Snoep, de cameraman van de film. En Gijs is de editor van de film. We gaan het hebben over Mijn Rembrandt, een documentaire die genomineerd is voor de Gouden Kalf. Een van de 5 nominaties. Welkom, Gijs. Dank je. Heb ik alles gezegd? Denk je? Nou, dat Oeke hier niet kan zijn. Oeke, de regisseur natuurlijk van de film. Ja. Die zit in Frankrijk en die is pas, denk ik, volgende week terug in het land. Ja. Dus vandaar dat Sander en ik hier eventjes de honneurs waarnemen. Dat is een hele slimme opmerking. Ja, en je moet misschien ook even melden dat Gregor Meerman de andere cameraman is. Dus ik heb niet de film in mijn eentje gedraaid. Oké. Okay. Nee, dat. Maar wel het meeste? Of hoe is de ratio? Wat is de verdeling? Ja, ik heb misschien wel wat meer gedraaid, maar hij heeft echt een heel groot deel ook gedraaid. Dus okay. Ik denk dat we de credit moeten delen voor het deel. Ja. Dat wil ik delen. Oké. Okay. Mooi. Ja, ik heb hem gekeken. Mooie film, prachtig film. Ik heb natuurlijk een aantal vragen over het onderwerp. Maar, en dat zei ik ook al tegen Gijs voordat we begonnen, ik ben ook een maker en ik vind het ook leuk om te praten over hoe zo'n film gemaakt is. En hoe wij als makers daar de middelen voor zoeken om dat verhaal te vertellen. Ik ga een beetje op en neer, maar Sander, als je wil, spring in en zeg ook gewoon je ding als je voelt dat je iets te melden hebt. Maar ik begin even met Gijs, als je het niet erg vindt. Ik vind het prima. Gijs, ik zit deze film te kijken en ik zie dat er een aantal vertellijnen worden gecreëerd met een aantal personages. Krijg je al het materiaal allemaal al binnen? Begin jij echt met al het materiaal of stroomt er ook tijdens de montage nog materiaal binnen? Hoe gaat dat? Dit is eigenlijk net als het andere grote project wat ik met Oeke Hoogendijk gedaan heb. Wij met Oeke Hoogendijk hebben gedaan. Het Nieuwe Rijksmuseum is een proces. Dus ik krijg materiaal binnen, begin op een gegeven moment te monteren. En gaandeweg druppelde ook bij dit project nieuw materiaal binnen. Dus dat is hier. En daarop weer reagerend ging Oeke ook weer dingen doen en dingen draaien. En Sander en Oeke zijn terug geweest nog een keer naar de Duke in Schotland. Denk ik 2 of 3 keer of zo. En daartussendoor hebben we, denk ik zo. Ja, 3 keer. En dan kwam het weer bij mij en dan gingen wij weer een slag slaan. En zo was het procesmatig ding was het ook. Ja. Ook deze film, ja. Niet altijd zo, maar bij dit project was dat ook weer zo. Misschien even nog voor de goede orde. Het zijn een aantal eigenaars, voornamelijk van Rembrandt. Het is Jan Six, de klein. Ergens zesde, achtste generatie. Nou, weet ik niet, maar die dus een de mogelijke. Elfde. Jan Six, de 11e is de jongen. Oké, de 11e. En de 10e is zijn vader. Oh, de 11e inmiddels al. Ja, dus hij is de 11e, ja. Die vindt een mogelijke Rembrandt. En dat is eigenlijk het belangrijkste, zeg maar, narratief in de film, dramatisch gezien, zou je kunnen zeggen. Precies, het gaat eigenlijk allemaal over eigenaren. Eigenaren van Rembrandt en hun liefde voor Rembrandt. En eigenlijk de meeste ontwikkeling zit in de lijn van de jonge Jan Six. Die gek is op Rembrandt. Die vreselijk veel weet van Rembrandt. En die tot 2 keer toe een nieuwe Rembrandt vindt. Of denkt te vinden. En dat proces van is het hem nou of is het hem nou niet. Dat is een van de narratieven, van belangrijke narratieven in de film. Weet je eigenlijk, misschien weet jij dat ook, Sander. Hoe is het met die. De film eindigt een beetje suggestief met dat Rembrandtje voor dat oudere echtpaar, hè? Waar dat kleine portretje van Rembrandt op staat. Herinneren jullie dat nog? Mm-hmm. Is daar inmiddels uitkomst op? Van of dat nou ook een Rembrandt gaat worden? Want hoe. Nee, volgens mij niet. Nee. Ik was daar stiekem een beetje nieuwsgierig over. Want die hebben toch zo'n schilderij in een hoekje, zeggen ze. Volgens mij is dat Rembrandt. Ja, kijk. Ja, ze hebben een Rembrandt gedoneerd aan het Boston Museum. Ja. En ze waren geïnteresseerd in
het doek Laat de kinderen tot mij komen. Van, ja. Wat Jan Six ook ontdekt heeft. Maar zijn tweede ontdekking, daar was twijfel over. En dat door dat conflict wat er ontstond. Hoe Jan Six aan het schilderen, of hoe hij het gekocht heeft. Toen heeft dat echtpaar zich eigenlijk teruggetrokken. Die waren aanvankelijk geïnteresseerd. En toen dachten ze, nou, dit gaven onze vingers niet aan branden voorlopig. Okay. Voordat dat opgelost is. Nou, ze waren wel geïnteresseerd ook in dat andere schilderij. Ja. Laat de kinderen tot mij komen. Maar dat is volgens mij, voor zover ik weet niet of jij het weet, Sander, is die restauratie nog steeds volgens mij niet voltooid. Okay. Nee, zeker niet. Hij is niet voltooid. Dus nee. voordat dat schilderij, als het voltooid is, dan gaat het hele proces van wie gaat het, waar gaat het heen, is het een echte Rembrandt? Dan gaan ze het hele onderzoek hebben ze dan afgerond. Ja. En dan zal dat wellicht op de markt komen. Ja. Weten jullie, hoe heeft Oeke, is dit tot Oeke gekomen? Wist ze het al terwijl ze met haar Rijksmuseumfilm bezig was dat dit speelde? Hoe is dit gekomen? Je bedoelt het hele verhaal van Jan Six? Ja. Kijk, Oeke die kan vreselijk goed omgaan met de personages in de film. Met de karakters in de film. Dus er is een enorme vertrouwensband ontstaan tussen Oeke en Jan Six. En op het moment dat wij maar zouden wachten met belangrijke elementen die nog niet naar de pers toe mochten, voor zover wij die terug konden houden, voordat het publiek kon worden, wilde Jan Six meedoen en meewerken. Dus het heeft gewoon ook te maken, het feit dat we zo dicht bij hem kunnen zijn, dat is natuurlijk helemaal op het konto van Oeke, die een waanzinnige relatie altijd heeft met haar, met haar personages of met haar mensen. En neem aan dat zij dan ook via bij zo'n man in Engeland terecht kan komen, dat het allemaal is een soort klein netwerk, want daar kom je niet zomaar binnen, neem ik aan. Nou, ze heeft denk ik ook wel hulp gekregen van Taco Dibbets, de directeur van het Rijksmuseum. En die noemde onder andere de Duke of Buccleuch, die ook hoofdpersonage in de film is geworden. En vervolgens, zoals Guy zegt, heeft Oeke een heel groot talent om contact te leggen en uiteindelijk ook echt een vriendschapsband te krijgen met de personages. Waardoor we, ik ben 3 keer op een van zijn kastelen geweest en mocht daar logeren. En dat was echt een fantastische ervaring. Mm-hmm. En dan ontbijt je ook samen en je gaat 's middags thee drinken. Het is gewoon echt alsof je in een hele andere wereld stapt. Maar doordat Oeke zo amicaal met die mensen kan omgaan, komt ze ook heel erg letterlijk echt heel dichtbij en kun je ook... krijg je ook het vertrouwen om mensen te filmen van dichtbij, in plaats van dat je heel stijf met lange lenzen moet werken. Maar je kan dan echt close bij iemand komen. En ja, ik vind een van de hele sterke scènes ook in de film, waarin hij zijn liefde vertelt over zijn Rembrandt, de oude vrouw die in het boek leest. En hoe hij dat vertelt, dat heb ik niet eerder iemand zo zien vertellen. Met zo vol overgave en dat is niet gespeeld. Dat was gewoon echt heel erg. Ja. En de camera zit dan, moet je voorstellen, op 1,5 meter afstand. Dus dan moet je wel echt het vertrouwen hebben van iemand om zich zo bloot te geven. Want hij stelt zich ook wel echt kwetsbaar op. Je zou hem kunnen uitlachen, hè, als je kwaad wil. Dus... Maar daar voelt hij zich totaal niet in belemmerd. Nee. Sander, even nog hierover doorgaan. Jij draait met Oeke. Is alles duidelijk al met een soort blik van wat zij wil? Of overleg je? Ik neem aan, er is sowieso overleg. Maar hoe is jullie verhouding? Wat je mag draaien, hoe je het draait? Hoe gaat dat? Nou,
Oeke vertelt waar ze naar op zoek is in scènes. En dat is bijna altijd de mens. En niet en de van een karakter wil ze echt de menselijke kant blootleggen en tegenkomen. Dat doet ze met de relatie die ze opbouwt, zoals net gezegd. Maar daarnaast vindt ze het ook heel spannend om in een soort fictiewereld te stappen qua beeld en montage. En dat, ja, dan daarom werkt ze veel met mij en met Gies, omdat wij, denk ik, goed ook aansluiten in dat idee om er een soort fictie sfeer aan te geven, terwijl het toch echt wel documentair is. Het is helemaal niks. Alles is echt wat je ziet, maar het krijgt toch een soort lading en spanning wat je in speelfilm eerder tegenkomt dan in documentaires. En het staat heel ver van een reportage af. Hè, wat je vaak ook wel ziet bij documentaire festivals. Maar laat jij laat jij die zo'n personage, spreek jij daar zeg maar mee af van hey, wij willen dit graag doen? Wat tast je grenzen af van wat er kan met zo'n man of met een vrouw in een ander geval? Want ik neem aan dat er wel een paar dingen afgesproken moeten worden, toch? Natuurlijk. Over dat schil. Op het moment dat je het heel erg gaat styleren, sommige scènes, dan spreek je het van tevoren af. Jan Six bijvoorbeeld heeft ons verteld dat hij als een detective tekeer gaat. Hè? Dus hij werkt bijna als een detective werkt en zoekt in catalogi naar onbekende schilderijen waarvan hij ze gaat bestuderen. En soms denkt hij, hey, dit is niet zomaar een schilderij. Dit is iets. Dan gaat hij verder daarnaar op zoek. En toen hij dat vertelde, toen zei Oeke, nou, dat vind ik eigenlijk wel een heel spannend verhaal. Dus dat, ik wil dat iets meer vormgeven dan dat je het alleen maar vertelt. Uiteindelijk hebben we het gewoon echt wel met een dolly en rails gedraaid, dat hij in zijn catalogus aan het kijken is en dan ook nog zo in de schemering dat hij met een lampje erbij. Dus kijk, dat is dan, dat kan je zeggen, is geanceneerd, maar het is wel hoe die het doet, hoe hij te werk gaat. Ja. Alleen je geeft het een filmisch accent door het zo gestileerd te benaderen. Ja. En dan moet je daar, dat moet je niet met alles doen, want dan wordt het, ja, dan kan je een betere speelfilm gaan maken, denk ik. Dus hele spontane scènes, die draaien we dan gewoon van de schouder. En die zijn stuk voor stuk heel authentiek. Die, daar kan je ook niet vragen, kun je dat nog een keer doen? Dus dat gebeurt dan zoals het gaat. Ja. En het is de kunst, denk ik, van de montage om daar toch één geheel van te maken. Ja. Gies, weet jij hiervan, van wat Sander dan zegt? Als je... Zeker, want ik krijg natuurlijk, ik zie het voor me. Dus je ziet het aan het materiaal. Ja. Ja, ik bedoel, er zijn inderdaad soms in dit soort van gevallen, in deze geanceneerde, zijn er twee takes. Of er zijn, we doen het nog een keer. Of, dus absoluut, je krijgt natuurlijk dat hele beeld van... Ik krijg het totale materiaal te zien. Ik zie ook alles. Ja. Weet je wel? En daar ja, goed, daar moeten we dan mee aan. Maar zo'n voorbeeld, als dat Sander vertelt, dat zij bedacht hebben van we moeten dat suspense gevoel, of in ieder geval dat hij een soort detective is. Ja. Dat is natuurlijk ook een montage ding. Tuurlijk. Dus als je draait, zorg je dat het materiaal zo geschoten wordt. En dan moeten wij zorgen, moet ik zorgen in de montage, dat het die werking gaat krijgen. Dat het, wat Sander het, of het speelfilmachtige karakter krijgt. Mm-hmm. Dat moeten we natuurlijk realiseren in de montage, ja. Wat is nou, ja, ik volg jullie helemaal, daar gaat het voor mij niet om. Ja. Maar waar word je blij van? Als je... Kijk, ja, ik word blij van het hele proces. Ik word blij dat als je op een gegeven moment die verschillende karakters tegenover elkaar kunt zetten, naast elkaar kunt zetten en die gaan op elkaar werken. Dat is natuurlijk de lol. Dat is de lol van film maken. Dat is de lol van documentaire maken. Als je mensen die niks met elkaar te maken hebben, behalve een liefde voor Rembrandt hebben, op een of andere manier met elkaar dat verhaal gaan vertellen over die passie en over schoonheid. Of over, en, en,
En hoe op een gegeven moment in zo'n verhaal, in zo'n liefde voor zo'n schilder en voor schoonheid, je dreigt gecorrumpeerd te worden. Want het heeft allemaal met veel geld te maken. Het heeft met zo'n grote schilder te werken, dat gaat over macht. Dus om die lijnen dan op een gegeven moment erin te krijgen, ja. dat is natuurlijk de plezier. En uit te zoeken van waar gaat het nou over? En waar gaat onze film eigenlijk over? En die vraag die blijf je iedere keer weer in dat proces weer opnieuw stellen. Ja. En in deze film was het natuurlijk lastig dat je 6, bijna 7 verschillende karakters hebt en die moeten samen iets doen. Die zijn samen moeten een eenheid gaan vormen. Bovendien een paar karakters die niet een hele grote ontwikkeling doormaken. Het is er eigenlijk maar 1,5 karakter wat echt een ontwikkeling doormaakt. Ja. Wat een narratief heeft. En dat is onze lol. Dat krijgen ze dat je het gelooft. Ja. Dat het waar is, dat het waar wordt. Ja, interessant. Ik denk wel eens van... ik neem aan... Hoe begin je te monteren? Begin jij met een openingsscène of ga jij kleine, korte scènetjes gelardeerd verzamelen? Of hoe begin jij dan? Ik moet deze even terughalen. Hè. Ik denk dat wij heel vroeg in het montagestadium de openingsscène hebben gehad zoals die ongeveer is nu. Okay. Van de Duke, die van een nacht in een kasteel. Ja, en ja. Die lichten gaan aan. Plop, lichten gaan plop, aan van het kasteel plop. Buiten. En er zit een man voor een schilderij, voor een waanzinnige schilderij. En die heeft een verhouding tot dat schilderij. Ja. Vertelt daar iets over. In mijn herinnering was dat een van ook dat we dat vrij snel hadden. Okay. Maar het is niet altijd zo. Maar het was bij deze film wel zo. Dus we wisten vrij snel, door al het materiaal te zien, dat dit waarschijnlijk wel de opening van de film zou moeten worden. We hebben nog wel eens dingen geprobeerd. Want het was best lastig om het narratief goed te krijgen van de film. Maar volgens mij hebben we weinig scènes gezet voor deze scène. Okay. Dus we hebben weinig, weet je wel, die opening veranderd. Ja. Na die opening, dit heeft allerlei vormen gehad. Mm-hmm. Dit wisten we bij deze van vrij snel. Ja, ja. Als je eenmaal die smaak hebt, want het is heel belangrijk. Mm-hmm. Je moet zo snel mogelijk proberen de smaak van je film. Ja, ja. Waar gaat wat de smaak van de vertelling om die te krijgen? Dus het is wel heel snel zitten we te zoeken. Je moet op bergen materiaal heen. Dus wel een van de dingen is dat onze eerste 35 minuten van onze eerste versie was allemaal de Duke. Oh ja? Want we dachten, dat is zo sterk, daar moet je niet uit weg. We stick to the Duke. Dat was niet goed, want je moet voor je belangrijke hoofdpersoon, Jan Six, een van de figuren, die moet heel snel mee gaan doen. Ja, ja. Want je moet heel snel, bovendien, je moet heel snel bij die dynamische jonge man terechtkomen. Dat is goed voor je verhaal. Dus we hebben vrij snel ingezien dat de 35 minuten Duke is niet goed. Dat is niet goed. En daar moet jonge Jan moet daar, die moet mee gaan doen. Dat ging zo. Dat ging zo. Maar hoe dan die verhouding moest zijn. Ja. En omdat je steeds, je introduceert iedere keer een heel nieuw iemand. Ja. Dus het is heel raar dat je bouwt iets op en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Dat was de leuke lastigheid van deze film. Sander, jij draait onder andere dus inderdaad... ook nog met... wie zei je nou net? Ik weet zijn naam, maar het ontschoot me even. Gregor, bedoel Gregor, je? Ja, ja, sorry. Gregor, ja. Ja, daar gaat het niet over. Wat ik wel wilde vragen is... jij draait heel veel... en komt dan misschien een keer in de montage kijken, neem ik aan. En zie je dan soms ook tot je verdriet iets niet tevoorschijn komen... wat je zo zorgvuldig gedraaid hebt, of valt het mee? Nou, bij Gies meestal niet. Dank je.
Oké, okay, nou ja, dat is al dat. Nee, maar ik kan me voorstellen, het zit een beetje in de hoek van Kill Your Darlings. Dat is een ander verhaal. Ja. Maar als cameraman kan je natuurlijk ook wel eens wat hebben van shit, dat waren hele mooie beelden. Ja, maar het mooie beelden zeggen mij eigenlijk niet zoveel. Ik ben nooit uit op mooie plaatjes of zo, want daar zit wat mij betreft geen leven in. Dus het moet wel iets zeggen en iets betekenen. En als de context het beeld niet heel erg steunt, of omgekeerd, het beeld de context niet steunt, dan is wat mij betreft dood. Dan leeft het niet. Nou. Dus montage is wel heel belangrijk natuurlijk, hoe het beeld gebruikt wordt. Maar ik monteer zelf ook en ik ben geneigd om technisch slechte uitgevoerde shots te gebruiken als ze beter overbrengen van wat je wil zeggen. Dus het doet er niet zoveel toe of iets nou spatscherp is of mooi licht heeft. Of weet je wel, soms is het net even. Nou, ik bedoel misschien ook niet eens alleen maar esthetisch mooie beelden. Hè? Ik bedoel ook mooie scènes, mooie situaties. Dat bedoel ik ook. Ja, maar ik maak nooit mee dat een scène verkeerd geïnterpreteerd wordt. Omdat het. ik denk een scène op zich is al een mini-film in het klein. Hè? Er zit ook een spanningsboogje in en een hoogtepunt. En op een gegeven moment is dat geweest. Ja, dan meestal zet je dan de camera uit of de editor die snijdt het eraf. En dat is de scène. Dus als je dat helemaal in hele kleine stukjes gaat knippen en er iets anders van gaat maken. Ja, dat kan, maar dan is dat heel iets anders geworden dan ooit bedoeld. Ja, en Sander, een verkeerde interpretatie van een scène of van een karakter. Je hebt zoveel controleplekken, zoveel controlemogelijkheden in het hele proces met elkaar, doordat je kijkt en viewt. We zitten continu elkaar te corrigeren. Ja, ja. Dus dat. Heb je nog een. Dan gaan we naar de Kill Your Darlings, die misschien qua lengte moesten sneuvelen. Of, want natuurlijk zit je op een bepaald moment ook aan je lengte, hoe het ook is, vaak bij filmmaken. Staat er daar nog eentje van je bij? Nou, we hadden wel een paar mooie scènes met het echtpaar van Otterlo. En die gewoon geen plek hebben gekregen doordat de film te vol raakte. Dat voel ik wel een zekere darlings. En voor de rest, niet. Ze schiet me van dat niks te binnen. Nee. Volgens mij zit al het echt mooie, waardevolle. Zit gewoon lekker in. Zit in die film. Ja. Ik dacht wel aan het eind, toen ik de film, dat er iets gebeurde waar jullie op moesten anticiperen. Met het hele verhaal van de jeugdvriend, de heer Bijl. Waar die samen dan dat schilderij zo mee hebben willen kopen, wat toch weer niet ging. En dat achterklap en roddel. Maar wat bedoel je dat wij moesten anticiperen? Nou, het leek, er kwam een soort. Nou, omdat het pas aan het eind, zeg maar, tevoorschijn kwam, dat verhaal. Voor mij kreeg ik even het idee alsof jullie ook verrast werden door deze wending. Dat was ook zo. Ja. Ja, dat was ook zo. Dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is natuurlijk het leuke van documentaire. Is dat er gebeurt iets wat je niet had voorzien. Nee. Dat was namelijk dit. Het was allemaal, we zaten in een successtory. En ineens zat er kwam er een enorme barst in dat successtory. Omdat het ineens een vertrouwenskwestie ging meespelen. Snap ik. Maar wat ik me afvroeg van. Moet je dat zo. Nou ja, jullie hebben het zo gedaan dat het helemaal aan het eind komt. Mm-hmm, mm-hmm. Is het ooit nog een overweging geweest om dat al eerder, zeg maar, binnen te laten sluipen? Nee, want die chronologie die klopte dan niet. Okay. En wat we wel doen, is dat we. En dat, weet je, dat bouw je wel. De dupe van het spel is in onze film Ernst van de Wetering. Dus er is een soort vadermoord, in ieder geval dramatisch gezien, aan het eind. Ja. Die moeten we natuurlijk wel, die bereiden we wel voor. Hè, dus we bouwen heel nauwkeurig die relatie tussen Jan Six en Ernst van de Wetering bouwen we op. Ja. Om die vadermoord aan het eind goed voelbaar te hebben.
Ja, ik snap hem. En er is natuurlijk ook die laatste scène weer eigenlijk een soort uitloop van. Ja, hè? Precies. Dat tussen de aftiteling, die eigenlijk de vadermoord schets. Tussen de aftiteling, dat is een laatste ding. Ja. Omdat het op een of andere manier ging het op een gegeven moment ging het ook iets te veel ten koste van Jan. Dus we moesten hem. Dat wilde gewoon. Hij moest aan het eind blijven leven. Ja, nieuw leven hebben. Ja. Hij gaat door. Ja, hij heeft zo'n liefde voor Rembrandt. Ja. Dat hij moet doorgaan. Hebben jullie iets geleerd? Is er een inzicht gekomen wat Rembrandt betreft door de film? Oh ja, zou zomaar kunnen. Het is misschien wel grappig. Want, bij de Duke werd het schilderij uit de lijst gehaald. En Taco Divitz loopt daar mee rond om een nieuwe plek te zoeken voor het schilderij. En op een gegeven moment, ik vind dat een van de mooiste schilderijen ook van Rembrandt. Het is echt een waanzinnig mooi. En ik zag dat de Duke was heel zenuwachtig dat Taco daarmee rondliep. Maar op een gegeven moment werd het een soort huiselijk ding. Want het schilderij werd op de bank gezet en we gingen thee drinken. En het stond daar gewoon zonder lijst. En Taco ging er af en toe ging erbij zitten, want die was ook heel die was helemaal verliefd op het schilderij en die ging er dan bij zitten. En toen heb ik op een gegeven moment kon ik er zo dichtbij komen dat ik er met een 150 mm macro lens bovenop kon zitten. En dan moet je voorstellen dat je bijna beeldvullend een luciferkop kan zien in beeld. Ja. En toen draaide ik een shot, ik weet niet meer, een deel van haar gezicht. En dat liet ik aan de Duke zien. En toen keek hij door de oculair van de camera, door de viewfinder. En toen kreeg hij bijna tranen in zijn ogen van ontroering. En hij was helemaal, hij dacht van, dit heb ik echt nog nooit gezien. Terwijl hij kent dat van kinds af aan. En ik zelf eigenlijk ook al een beetje, want wat je natuurlijk nooit kan zien fysiek, omdat je oog toch beperkt is op een afstand, is de huidstinten die hij aanbrengt in dat gezicht van die oude vrouw. Ja. En ja, daar komt echt alles in voor bijna. Er zitten gewoon groen, geel, oranje, alles. En op een afstand ben je het kwijt, dan is het een perfecte huid. Ja. Dus ja, heb ik iets geleerd? Ik heb alleen maar geleerd dat die man nog mysterieuzer, groter meester is dan ik al dacht. Hij is gewoon krankzinnig, bijzonder goede schilder. Ja, prachtige vergelijking die hij daar maakt met Lucian Freud. Hier moet Lucian Freud het van gehad hebben. Dus dat je 400 jaar geleden zo schilderde en zo vrij was, dat je gewoon dat je al 400 jaar overbrugde in je kunst. Dus ja, wat ik fascinerend vond van het hele proces, is inderdaad te zien hoe waanzinnig vrij en modern Rembrandt was. Ja. Echt een vrije geest. Los van de tijd, los van. En een lul. Zeggen ze. Zeggen ze, ja precies. En een lul zeggen ze. Nou, een zeikert. Ja. Ja, maar ja, er is niet zoveel over bekend. Het wordt wel geroepen, maar... Maar ik citeer de film, hè? Ja. Hè? Ik citeer de film. Het is niet mijn... Dat wordt in de film gezegd. Oké. Ja. Dat hij een zeikert was. Ja. Het is volgens mij niet echt gebaseerd op feiten aan het onderzoek. Nee, er is niet zoveel hoog. Hebben jullie nog iets kwijt over de film? Want ik ben eigenlijk volgens mij alle kanten opgeschoten. Maar ik hoop dat het enige coherent verhaal was. Maar willen jullie nog iets kwijt over de film? Want we moeten zo'n beetje stoppen. Nou ja, kijk, dit is weer zo'n waanzinnig proces waarin je met prachtige dingen bezig bent. Het is zo'n intens proces, dus je komt ook elkaar ontzettend tegen. Ja. En het is een proces wat gaat over leven. En het was weer een unieke gebeurtenis. Ja. Met deze crew, met Oeke, met... Want jullie zijn elkaar ook wel trouw, toch?
Als wij zijn elkaar, crew, wij als zijn elkaar trouw, zeker. En, ja. En wat zit er in iets in de koker? Wat komt er iets aan? Of? Nee, we hebben, laten we zeggen, wij hebben even door deze intensiteit van, het, van dit proces hebben we het even on hold gezet. Maar ja, toekomst, ik weet niet wat er gebeurt. Heb jij een tip van de sluier, Sander? Wat de toekomst gaat brengen met jullie? Van? Over? Nou, wat Oeke gaat doen, of jullie iets gaan doen weer. Met ons? Ja. Ja, Oeke gaat, die zit nooit stil. Dus, die, vandaar die, dat ik het vroeg. Oeke is nu bezig met een... Ja, nee, maar ze is nu weer bezig met de restauratie van de nachtwacht. Hè? Dus Rembrandt blijft aan boord voorlopig. Oké. Okay. Dat is het volgende, dat is de volgende film. De grote film over Stockhausen, dat is de volgende film. Okay. Ja. Daar zijn ze nu een heel eind mee, heb ik begrepen. Volgend jaar dus, blijkbaar. Ja, volgens mij wel. Daar weet ik verder niks van. Over de... okay, maar dat is volgens mij nu... en ik ga volgende maand met te zitten over de schatten van de Krim. Ook nog een ding. Oh ja, dat is, ja, heb ik over gehoord. Ja, daar moeten we nog, we nog een... tot het hoge beroep is dat gegaan om die schatten los te krijgen hier vanuit de Nederlandse kelder. Waar moeten ze heen? Ja, moeten ze naar Kiev of moeten ze naar de Krim? Ja, ik ken het verhaal. Juist. Ongelooflijk. Ja. Dat is ook nog een ding. Nou, dit was het. Bedankt voor het kijken, voor degenen die keken. Sander, bedankt. Gies, bedankt. Welcome. En tot de volgende Q&A op deze manier, 2020 corona Q&A. Bedankt en tot ziens.